Ja, beste kijkers, welkom bij de tweede aflevering van de Wie weet het meest van Baren quiz. Meneer Massini, sinds de laatste keer, bent u veel herkend op straat? Ja, ik kom bijna niet meer door de Laanstraat. Dat is geweldig hoor. Ja, dat is heel goed. Nou, dat is fijn. We hebben ook veel nieuwe leden van de historische kring. De historische kring, ja. Het is fantastisch gegaan. Nou, dat is mooi. Ja. De kandidaten, die laat ik even zichzelf voorstellen. Nou, Rick Hardeveld, die kennen wij al van de vorige keer. Is er nog iets veranderd sinds de laatste keer? Sinds de eerste ronde niet. Nee. Theo Stro, wat is jouw achtergrond? Nou, ik ben geboren en getogen in Baren, 47 jaar geleden. En inmiddels ben ik sinds 3 weken wethouder van dit mooie dorp. Ja. Voor deze 60. Zomaar? Zomaar, opeens, uit het niets. Maar... Want je zat ook in de raad, denk ik, hè? Daarvoor zat ik inderdaad in de raad en dat was mijn tweede periode in de raad. Ja, bevalt het een beetje als wethouder? Ja, de eerste 3 weken bevalt het zeer goed. Ja, al wat officiële dingen gedaan? Ja, lintjes doorgeknipt? Daar begonnen we onmiddellijk mee met allerlei bijzondere dagen. Koninginnedag, 5 mei, 4 mei. Oh ja, dat is ook zo. Dit was een tsunami aan belangrijke gebeurtenissen. Dus nu eigenlijk even weer in de luwte en tijd om dit leuke spelletje te doen. Zeker. Zijn we er klaar voor, heren? Helemaal. Ja. Dan komen we hier bij vraag 1. Wie staat er afgebeeld op het wapen van Baren? Dat is onbekend. Ja. Gênant, hè? Dat is heel gênant, ja. Ja. Wie staat er op het wapen van de Massini? De bisschop van Myra. Dat is dus de echte goede oude Sinterklaas. Hè? Oh ja. Ja. Het is niet toevallig Zweder van Culemborg, bisschop van Utrecht? Nee, die is het ook niet. Oh, nou, jammer. Maar het is wel tactisch gespeeld, heren. Dat moet ik wel zeggen. Vraag 2. Waar stond de verdwenen ridderhofstad Drakenburg? Dat was een kasteeltje vroeger, hè? Of een, Nou, dat vind ik nou toch eens tof. Moedig, ja. Naast Groeneveld, op het landgoed, zeg maar, wat grenst aan het landgoed van Jan Dorrestein. Ja, dat is goed. Ja, dat mogen we wel. Ja, dat vind ik heel knap. Ja, ja. Ik had het zelf geformuleerd als je van het parkeerplaats, zeg maar, naar Groeneveld loopt. In de buitenelleboog van dat pad. Als je daar rechtdoor zou lopen, wat eigenlijk niet kan. Als je daar van de weg raakt, zeg maar, door rechtdoor te rijden. Ja. Bij de carpoolplaats oversteekt daar. Juist. Dat is 0-1. Heel goed. Nou, dan hebben we hier een muzikale vraag. Ik had in de 70 jaar, en dat ben ik niet, maar ik personificeer die meneer dan even. Een hit met Foxy Foxtrot. Ja, dat was Rick. Je moet het ook zingen trouwens. Oh, Foxy Foxtrot, met je elastieke benen. Die wil elke avond naar een dancing toe. Zeg jongeman. Maar, oh, moet ik ophouden? De echte vraag die was, hoe heette de begeleidingsband? Nico Haak en de Paniekzaaiers. Ja, heel goed. Ah, ja. Mooi. Je toeterde. Ja, maar dat hoorde nog bij de vraag. Dat zingen, is dat een bonusvraag? Geen bonus? Dit is wel leuk voor de kijkers natuurlijk. Dan hebben we hier vraag nummer 4. Dit gebouw is villa, of eigenlijk huizen. Ja, het eerste schamele toetertje kwam van Theo. Wat is het, Theo? Ja, ik moet nu het goed schokken natuurlijk. Kanton, denk ik. Goed. Ja, goed. Nou, dan staat het nu dus 2-1. Of 1-2 eigenlijk, hè? Ja, 1-2. Vraag 5, dat is net zo eentje als daarnet eigenlijk. Dat is de Ult, kennen jullie die? Ja? De Ult werd geërfd door de Amsterdamse burgemeester Jacob Bikker. Op welke plaats stond de Ult? Hij staat er nu niet meer, hè? Zal ik het erop wagen? Ja. Ja. Ik wou zeggen, zal ik het erop wagen? In de buurt van de Jacob van Lennepplaats.
Nee, dat is niet goed. Nee. Dat kan ik helaas niet goed nemen. Rick, weet jij, je hebt al een punt weer. Ik dacht bij de Praamgracht. Nee. Ja, het is, ja. Half zie ik aan de jury. Kun je iets meer duidelijk zijn waar? Vanaf het paleis gezien, aan het begin van de Praamgracht. Nou, ik geloof dat we dat niet goed. Het is een twijfelgevalletje, zie ik. Ja, nee, maar het is maar niet was goed. Wel warm, hè? Het is niet goed. Maar het is, als je dus de Torenlaan uitgaat en over het spoor, dan heb je in de bocht naar links, loopt een pad rechtdoor. Aan het eind van dat pad staat nog een huis. Er staat nu nog een huis. Een villa, ja. Het zit eigenlijk in de buurt. Dan komen we nu bij de meerkeuzevragen. Hoe was dat ook alweer? Toeteren, dan moet je de vraag geven, ook als er nog geen mogelijke antwoorden genoemd zijn. Dus wees voorzichtig. Nou, vraag 1 van die meerkeuzevragen. Een van de titels van de koninginnen Juliana en Beatrix was prinses van Drakenstein, gravin van de Vuurse, vrouwen van Ter Eem. Vrouwen van Ter Eem. Helemaal goed. De militair met de hoogste rang in Eemland droeg de titel maarschalk, schout bij nacht of veldheer? Schout bij nacht. Nee, want die varen alleen maar. Heb jij een idee? Veldheer? Dan is het maarschalk of veldheer? Wat zou je kiezen? Ik zou veldheer kiezen. Nee, ook weer niet goed. Ja. Maarschalk. Maar die punt heb ik wel. Strategisch zit je gek. Ja. Dan komen we bij... Nou, dit vind ik wel een mooie vraag. Het gaat over het beeld wat tegenover Paleis Soestdijk staat. Daar op de parkeerplaats. Ja, daar kom je als Barenaar natuurlijk nooit. Maar daar staat er wel een. Dat is Grenadier... Christopher Poelman. Dat op zich zit je in de goede richting. Want het is inderdaad Grenadier Christopher Poelman. Maar de vraag is... Hij beschermde Paleis Soestdijk, maar tegen wie eigenlijk? En dan heb je als keuze de Duitsers, de Patriotten of de Prinsgezinden. En je moet je dan wel voorstellen dat het rond 1814, 15 gebeurde, zo'n beetje, denk ik. Ik zou het eerlijk 1800. Niet weten. Nee? Ik zou het echt niet weten. Het zijn de Patriotten. Vraag 9. Schoonoord werd in 1802 gebouwd voor... Antwoord A, tapijtfabrikant Reinhard Scherenberg. B, jonkheer Vaas Elias. Of C, burgemeester Pen. Dit is een gok, maar ik zou zeggen jonkheer Vaas Elias. Ja, dat is een beetje een instinct. Omdat aan de Vaas Eliaslaan ligt. Ja. Yes. Ja, maar je kan het leien. Nou ja, daarom, ik had het even zitten rekenen. Ik denk, als ik dan moet gokken, moet ik het nu doen. Ja, dat moet je nu doen. Ja, dat is een hele goeie. Ja. Heb jij een idee? Geen idee. Nou, het is van tapijtfabrikant Reinhard Scherenberg. Oh, vandaar. Ja. Dan komen we alweer bij de laatste vraag. Deze woningen waren bestemd voor... A. Dienstwoningen Marechaussee Soestdijk. B. Gepensioneerd personeel Vaas Elias. Of personeelswoningen Villa Canton. Ik weet wel waar het Dit is de kans om te gokken. Want als je geen antwoord geeft, dan heb je verloren. Ja, als je een goed antwoord geeft ook. Dus nu kun je het proberen. Ik denk voor de Villa Campo. Ja, dat is nou net niet goed. Ja, net niet goed. dan is het wel duidelijk dat Rick heeft weer gewonnen. Voor de tweede keer, Rick. Weer gefeliciteerd. Dankjewel. En Theo... Dankjewel, Theo. We moeten jou helaas laten gaan. Ik zou zeggen, blijf daar even staan. Je krijgt nog even een klein cadeautje van ons. Bedankt voor het deelnemen aan deze fantastische quiz. Je hebt je goed geweerd, maar net niet goed genoeg. Dat was niet het antwoord wat we wilden horen. Nee, nee. Officieel. Maar het is wel een goed antwoord. Maar meneer Massini, u bent hier om ons leven makkelijker te maken en niet om het moeilijker te maken. Maar ongerechtigheden moet ik vlak strijken.